Weber van Charles van de Indian Union of Wallabies die tweede toets in Brisbane op zaterdag 31 juli en heel achter Ian McCallum heeft Zuid-Afrika reeds 3-0 laat voorloop met de strafschop. Klein aan die paviljoenkant van die veld binnenkant 2-kwart gebied. Gaan hij nou een gooi. Gooi en in die lijn staan. Krijgt Zuid-Afrika die bal in die handen uit naar Piet Versace. Piet Versace naar Cronje. Cronje terug naar Versace. En Versace die komt hier geafschot. En Versace gaat hem kleden en weghalen. En voor nummer 3 op Piet Versace. Die daar mijn maat, mijn maat. Hij wordt niet meer vreemde toegelaten, maar de lege gaven zien het Piet Versace. Die heren hier in zijn toets 3. En Piet Versace krijgt een groot stuk bouwbom. Want kolonel Wiesler van Zuid-Afrika had een groot partij bouwbom gestuurd. En die dikste, beste, mooiste stuk daarin. Heb je een nota om die eerste springbal wat vandaag het 3 druk krijgt, daar die stuk bouwbom. En Piet Versace die veroverde aan die bouwbom met die 3 punten. Die 3 is gedrukt. Houdt wat tussen die opkant, de kantlijn en die rechter rechtopbouw. In die zijkant uit. En er is dan McCallum wat gaan kijken of hij kan verfijzen. 6-0 loopt die springbok ervoor. Piet Versace daar die breekslag gemaakt. Hij die bal uitgegeven om hier die beide aangeeft. Door hij achter zijn center kon hier voorbij afloop in die handen gekregen. En toen zie je kijk, daar was nou het daar gaven. En hij moest kraklijk naar over daar gaven. Want 2-3 mannen had hem toegezakt. En met 2-3 mannen om hem heeft hij die 3 gedrukt. Dus kraklijk een mooi stukje werk weer Piet Versace. Ik denk anders zo, die voelt lekker. Kom hij voor hem toe, dat is McCallum, hij stopt met die linkervoet, hij tussen die balen weer in de strip van de bij en Zuid-Afrika loopt voor 8-0. En die links staan met plaats van 2-3 of wat van die doellijn af van Australië aan die kopkant van die veld. McLean met die bal weggooien. Zuid-Afrika is op die aanval, weer een mooie loopje aan de kant geweest. Prachtige loopje die er nu is. En druk de breed die stuur oor, die kom hij uit naar Piet Versace. Piet Versace die probeert dat tussen die mannen weer. Maar hij denkt wel voor zijn 2-3. Piet Versace maalt weer, hij denkt wel voor zijn 2-3. En dat is net bij die kwartgebied van Australië. Zo'n 20-2 van die kant ben af aan die paviljoenkant van die veld. En hier wil die ballen afgooien. Ik wil maar gereden, ik wil die sprong ook haak, die vast op kant af, jongen, die kreeg de bal in die handen. Hij had zich gegooid aan die binnenkant en naar Piet Grunen, die geeft om meer reed op plezier. En die geeft Hannes Verjoen en hij maalt weer mee druk om, Hannes Verjoen druk 2-3. Australië, Jokie Verjoen betrapt daar, die Jokie bijna bezet. Hij let op naar Kul, Kul die met de hand verskopt. En hij schopt die bal van